langzamerhand geloven ze alleen bij GVV zelf nog dat degradatie uit de Jacks League dit jaar kan worden afgewend. Jong Volendam speelt een zorgeloos seizoen in de middenmoot. Younes El Idrissi met de eerste doelpoging namens de thuisploeg. Blommestein, de topscorer. Schudt Justin Spies van zich af. Harold Wouter. Aanval loopt lang door. En het schot is aardig. Het schot van Robin Schulte. De redding van Jan van Willigen. Adnana. GVV mag het nog een keer proberen via De Leeuw. Dan de bal per ongeluk bij Grotenbrecht. En dit is dan wel zo'n moment waar GVV het zou moeten doen. Als je zo moeilijk scoort en je krijgt zo'n kans. Volendam met het initiatief in de wedstrijd. Blommestein en de prima redding van Willigen. De 14e van Blommestein blijft nog even uit. Opnieuw de topscorer van Jong Volendam bereikt Tidal Wouter. En die vindt Younes Taha El Idrissi. Het vierde doelpunt van het seizoen van de middenvelder van Jong Volendam. Het is een dik verdiende voorsprong voor de thuisploeg. Prima assist, goede loopactie. De verdediging van VVV is Taha El Idrissi helemaal kwijt. En Kiki Moussampa is tevreden. Mag ook tevreden zijn met het spel van zijn ploeg in de eerste helft. GVV is niet goed. Jong Volendam voetbalt fris van de lever. Adnana. Grotenbrecht laat zich gemakkelijk van de bal zetten. De Leeuw is dan de haan kwijt. Daar is Jim Beers en dan is het vlak voor rust 2-0. Dodelijk efficiënt hier. De fout, de grote fout van Grotenbrecht. De Leeuw laat zich dan ook afsnoepen. Aftroeven en Beers met de 2-0 voor Jong Volendam. Na rust een ander GVV. De Leeuw profiteert van de fout. Burgering voor de doelersinvaller Felino Helderton. En die moet daar killen. En dat doet hij niet. Als je al zo moeilijk scoort, moeten dit soort ballen er echt in. Ik zei het in de eerste helft bij die kans van Grotenbrecht. En dat gaat ook hierop. Spies doet dit goed. Patrick laat gaan voor Hawat. Ook een invaller. Hawat ziet de Burgering over het hoofd. En schiet op Van Oevelen. Maar GVV gelooft erin. En de 100 meegereisde supporters gaan erachter staan. Aan de dijk in Volendam. Spies. Burgering. Burgering. Zijn richting veranderd. Bal prooi Van Oevelen. Adnane doet het de aanvoerder. Doorkoppen. Appel voor Hens en de redding na een verrichting veranderd schot. De redding van Keel van Oevelen. Het schot was van Justin Spies. Clemu Petty vindt het geen strafschop. Ik zie de Hensbal eerlijk gezegd ook niet. Jong Volendam in de tweede helft maar sporadisch gevaarlijk. Maar dit is een echte Johnson op Beers. En zo blijft GVV nog even in leven. De kopbal van Jim Beers. Kiezelhard op de lat. Jan van Willigen die een prima wedstrijd keepte was hier kansloos. De hoekschop dan van Burgering. Van Oevelen. Ja, als GVV het dan niet doet, dan maakt hij hem wel. En dan roept hij. Joh, ik word toch gehinderd. Nou, echt niet. Er wordt hier eentje van GVV in het 5 meter gebied zo'n beetje weggetrokken. Eigen doelpunt van Oevelen. GVV terug in de wedstrijd. En Jan van Willigen zorgt er hiervoor dat GVV in de wedstrijd blijft. Want dit had ook de 3-1 en de nekslag kunnen zijn. GVV dringt aan, krijgt wat mogelijkheden. Maar het geeft ook ruimte weg aan Jong Volendam. En dat doet daar niets mee. Kansen zijn er zeker. Hier ook voor Fiembale. Johnson doet dit goed. De Jong. Mag door, Fiembale. Ruimte genoeg. Blom en weer. De redding van Jan van Willigen. GVV vocht voor wat het waard was. Maar het gaat weer zonder punten de bus in naar Veenendaal. En blijft hekkensluiter in de Jacks League.